Hey, yo, what's up, guys? Hier ben ik dan weer na een lange afwezigheid sinds februari. Toen was ik in Amerika met een groep mannen met een bachelor party. En de bachelor, de gelukkige, mijn schoonbroer, de Jerry, is natuurlijk de meest gelukkige, want hij is al deze maand getrouwd met mijn zus op de 13e. En vandaag zijn we de 21ste en sinds gisteren ben ik verjaard. En ik kom weer een jaartje ouder. Maar, om te beginnen, ik wil eerst dit zeggen. Na mijn 29ste verjaardag, toen kreeg ik een helikoptervlucht cadeau. Dan, een jaar later, nog voordat ik 30 ben, toen ging ik voor een weekendje mijzelf verwennen in het Efteling Hotel. Amai, dat was een goed hotel, een goed bed, een goed restaurant en een heel goede vlog. Vlog 39 was het. En nu, in deze vlog, zijn we voor een dagje in Paradijsa. Samen met mijn moeder, mijn vader en mijn zus. Ja, dat gaat goed worden. Ik ben eigenlijk op een hele goede bui. Vlak na mijn verjaardag en dan nog voor een dagje Paradijsa. En we hebben het zonnetje meegenomen. Potjandori, dat gaan mijn ouders en mijn zus. Ze kunnen maar niet op mij wachten. Ik heb natuurlijk met een bezigheid met vloggen en fotograferen. Maar ze kunnen niet op mij wachten. En hier is ons zus. Er is maar één attractie in Paradijsa en dat is het treintje. Oh, wat een mooi trein. Eigenlijk, hè, ik ben hier nog nooit in deze brasserie geweest. En zo te zien is het wel heel gezellig hier. Even gezellig als het Chinees restaurant. Spijtig, onze Jerry. Ja, moet je langs doen. Maar nee, ik wist niet eens dat Paradijsa zijn eigen bier brouwt. Veel beter. Oh, de treintje is juist aangekomen. Oh, wat een gezellig terrasje. Ja, kom zo bij de picknicktafels. We gaan eerst een sandwich eten en dan pas een treintochtje. Maar nee, ik heb nog nooit hier een broodje gegeten in Paradijsa. Oké, welke is de mijn? Dat is beter dan in de zes. Oh ja? Oké. Amai. Lekker, lekker. Dankjewel, zus. Ik hoop dat ons treintje nog op ons kan wachten. Ik heb het volgende treintje. Natuurlijk, er zijn er twee. Smakelijk iedereen? Ja. Smakelijk iedereen. Nee, jij krijgt van mij niks. Ik vind dat wel een beest, hè? Dat is een jong beest. Ze verwachten dat ze iets zouden krijgen, maar nee. Van mijn broodje blijven ze vanaf. Die zijn jaloers. Potverdorie, voor een volwassene 5 euro. Die wist ik zelfs niet eens. Thank you.
Klein babytje. Oh, hier. Everzwijnen. We rijden nu door de oude omwalling van de abdij. De wijnen die u ziet zijn door Penny Dijsa aangekocht onder het grootste kweekseizoen. Die tempeltjes die heb ik zelf de vorige keer nog niet gezien. Elke geboorte is dan ook uitstekend nieuws voor deze dieren. In een ultramodern gebouw van 2300 vierkante meter worden onze meer dan 20 olifanten dagelijks in de watten gelegd. Dat waren de gezellige olifantjes. Dit waren vijf vingeren. Nee, ik kan nog niet afsluiten. Oh, die kan toch geen van één slagkant. Ah, ja, die heeft maar één slagkant. Oh, hier nog eens helder. En nog meer tempeltjes. Ik denk dat we zo bijna rond zijn.
En het poortje gaat open. Oké, we zijn terug bij het treinstation. Gezellig. Ik verheug me, maar ik verheug me nog meer met liefst met de zon erbij. Oh, nee, onze papa niet. Nee, ons pa niet. Nee, want dat scheelt niet zo. Het is goed gelijk dat het is. Ja, voilà. Ik ben content met hetgeen wat het is. Voilà. Het is droog. Het is droog. Maar wel grijs bewolkt. Ik hoop dat het droog blijft. Heb ik te veel gezegd? Heb ik te veel gezegd? Ja. Natuurlijk lopen jullie maar even door. Dan kan ik even naar het uitzicht bezichtigen. Namelijk, ik ben een persoon die geniet van een schoon uitzicht. Ja, is wel leuk. Niet al te druk, maar leuk. En daar ben je al een beer. Baloo de beer. En daar heb je het resort hotel. Amai, wat mooi. Hoe mooi. En hier heb je nog een prachtig uitzicht van het themagebied. Met de bungalowhuisjes. Amai, super deluxe natuur voor de dieren en ook voor de verblijvers. Hoe mooi! Is dat goed? Ah, zie dat hier. Oh god, hier zijn wolven zijn er ook bij. Een echte wolf. Oh, wow. Maar ik moet eigenlijk wel zeggen, er zijn wel meer beren dan tegenover in de Zoo van Antwerpen. Vind je ook niet? Ja, wel in de zon zit er wel met hem. Zou jij hier ooit willen logeren? Nee, daar. Niet in het huisje van de Hobbit? Nee. Maar daar wel. Ja, volgens mij is het daar goed. Ja, we lopen toch zo voorbij rond. Hè. Daar op die berg heb je ook, hè? Dat zijn aparte huisjes. Dat is nog gezellig, hè? Daarachter. Hé, hey, die hut. Ze zijn aan het barbecuen. Ah, hier hebben ze een gezellige shop hier. Laten we eens kijken. Hé, hey, wat een mooie mokken van Paradijsa. Een blauwe en een gouden. En hier de leuke hoedjes. En hier de chef klakken van Paradijsa. Ook mooie kleuren. Als ik een keuze moet kiezen, ik kies voor de rode. Maar hier heb je nog andere keuzes. Nou, ik moet toegeven, dat is uit het meest mooiste en de gezelligste shop van het park. In het Canadese gebied. Heel mooi. Weet je, ik voel mij eigenlijk wel dat ik eigenlijk op doorreis ben, maar dan in een park. Amai, zalig. Ik zie dat zeker vast in zitten om hier te komen logeren. Zeker en vast. En zeker te komen hier eten in het Octopus restaurant. Ik ga er ook eens een foto van trekken. En een zonnetje komt weer tevoorschijn. Wat ruik ik? Dat hoort er natuurlijk ook bij. I love it. Straks ongeveer een
kwartier of een half uur geleden hebben we een kleine bui gehad. Dat is alweer over. Je moet weer terug beginnen fotograferen, want de zon is weer terug. Want als de zon schijnt, heb je een pracht van een mooie kwaliteit voor een foto. Zo gaan we natuurlijk terug. Fotokke tijd. Dat staat op mijn lijstje hoor. Echt waar. Ooit in mijn leven kom ik hier logeren. Dat zweer ik. Maar of dat jullie mij zullen zien in dit verblijf, de kans is klein. We zien wel. En zo wandelen we weer terug de brug over. Ik vraag me eigenlijk af hoeveel sterretjes het verblijf heeft. Ja, daar hebben we een Bambi. Dat ziet toch ongelooflijk uit, hè? Maar ze zijn ook al genummerd. Dit is huis nummer 1 en nummer 2. Als onze zus een kleine heeft, dan gaan we hier logeren. Ik voel de druk al zo hard. Oh ja, voel je de druk een beetje hier? Come on, Jerry. Het is moment, come on. Dat staat er weer schuin. En je kunt hier nog zo dicht mogelijk bij staan, hè? Met al de vrouwen erom. Dat is ook alleen maar in de buurt. En zo komen we een beetje stil aan ten einde van het nieuwe themagebied, het Canadees gebied. Maar die huisjes, hè? Echt geweldig. Een patat om een stokje. Hebben ze in de Efteling ook. Laten we hier eens een kijkje nemen. Het zal wel de reparatiekamer zijn van de treintjes. Ah, hier zijn jullie. Klein mini-wereldje. Ik zal hier even overwandelen. Het riekt hier echt naar een reparatie, hè? Maar er is niemand te zien. Nou, dat was een gezellig hut. Een reparatiehut van de treintjes. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet vergelijken. Een reparatiehut of een klein museumpje? Ik zou niet weten. Laten we de mijn eens binnen betreden. Want dat is eigenlijk ook nieuw. Ik heb het nog nooit gezien. Kunnen we niet zo'n kerkje naar binnen brengen, Jan? Dan voel ik me als een Indiana Jones. Had ook gekund. Wauw, die ben je. Oh, hier zijn nog kamertjes. Hier kunnen ze toch wel een attractie van maken, hè?
Ongelooflijk. Dat was echt verdomd mooi. Prachtig thema. Prachtig, gewoon mooi aangepast. In die mijn. Geweldig. Waar blijft mijn zon? Ik wil zon. Oh, dat is voor mij. Alsjeblieft. Jij bent de mooiste, want jij hebt meer kleur. En de meest zeldzaamste en de mooiste bevindt zich hier. Jij bent pas echt een mooie pauw. De mooiste pauw die ik heb gezien. Helemaal in het wit. Ik ben hier zelf nog nooit geweest. Mooie beeldjes, aangepast met de muur. Geweest. Is dat je kunt bezichtigen. Tegenover die toren daarachter. Dat is natuurlijk geen uitkijktoren, maar dat is wel het hoogste punt. En daar gaat het treintje weer. Als je zal inzoomen, kun je ook genieten van het uitzicht. Die aan het doen. Alsof dat hij naar de muziek luistert. Wow! Dan is dat niet meer zo schattig eigenlijk. Ja, schattig is het langer.
En het laatste gebied dat wij nog gaan bezichtigen. China. Maar wel mooi. Maar laten we eens een kijkje nemen bij het Chinese tempel. En ik ben hier al eens binnen geweest, maar voor in mijn vlog had ik het nou gerust zien. Het is zo'n mooie tempel dat je iedere keer hier langs moet komen, hè. Deze tempel heeft natuurlijk heel veel kleur, veel tekeningen, thema en hele mooie beelden. Chinese beelden, maar ze zijn ook heel lelijk. Vooral deze mottengaard is natuurlijk nog veel lelijker. En ik ben knapper. Nou, zoveel valt er niet veel te zien, maar het is en blijft mooi. En weer een vlog geslaagd. De meest grootste, de beste dierentuin van Europa. Maar tegenover de dierentuin van Wildlands Adventure Zoo in Emmen, in Nederland, blijft natuurlijk ook een hele goede dierentuin. Maar het is echt een toppie. Paradisa en Wildlands Adventure Zoo. Een van de beste dierentuinen en een van de goede vlogs die ik heb gedaan. En ik vraag me af waar ons ma en pa en ons zusjes. Die willen de tempel niet binnen. Ze hebben het al gezien, maar ik laat het jullie natuurlijk tonen in de vlog. Een van de fijnste vlogs die ik heb gedaan. Eindelijk, voor het eerst in Paradise hebben we de panda's gezien. De vorige keer toen ik hier was, ze waren er niet. Maar nu wel. Alle drie. Kom aan, laten we naar binnen gaan. We zijn nu bij Brasserie. En ik vraag me eigenlijk af of je hier een biertje kunt verkrijgen. Want ons maar wel zo te zien eigenlijk onder een parasoltje. Oké, mij goed. Het heerlijke genot. Waar zitten we? Hier? Iedereen, smakelijk? Ja. Als kind ook veel leuke dingen mee. Eerlijk gedaan, dat was aan mijn papa, dat was waar moest. Maar wij hebben er wel leuke dingen mee. Ja, gewoon. Wat je doet met tante en... Zo, dat was het mensen. Dagje Paradise, was geslaagd. En nu beginnen ze ineens al te gieten, nog vlak voordat ik ga afsluiten. Wat vond je een heel goed filmpje? Doe maar een duimpje omhoog, like het, abonneer. En zie je zeker vast mij de volgende keer, of met ons zus erbij.
Amai, nog een chance hoor. Ja. Nog een chance. Ik zal het wel vasthouden voor je. Allee, tot de volgende keer. En hou je goed. Doei.